Deze week in 1 minuut. Drie vermoedelijke inbrekers zijn op de Hessenweg in Zwolle op een vrachtwagen gebotst na een politieachtervolging. Een van de drie is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De twee anderen zijn gevlucht. De parachute van de dode man die bij vliegveld Teuge werd gevonden is nooit opengegaan. Dat heeft het Nationaal Paracentrum Teuge gezegd. Het lichaam van de parachutist werd deze week gevonden nadat het daar 9 dagen had gelegen. Serious Request 2012 in Enschede is deze week officieel begonnen. De DJ's Giel Beelen, Michiel Veenstra en Gerard Ekdom hebben zich door Carice van Houten op laten sluiten in het glazen huis op de Oude Markt. Tijdens de aftrap was het zo druk dat de Oude Markt moest worden afgesloten. De politie Twente en IJsseland hebben in 2012 meer dan de helft van de overvallen opgelost. Het aantal misdrijven in Twente is dit jaar met 35.000 bijna gelijk gebleven aan het aantal van vorig jaar. In IJsseland was het aantal misdrijven iets lager.